een bijzondere dag hield voor Noord-West-Friesland, want koning Willem-Alexander en koningin Maxima wien een groot pad van de dag te gast. Voor het koninklijk peer begon de bezitte van de moon om ze wat jelven te zien in Sint-Anne. Ze gingen vier gemeenten bedel, met name Radiel, Het Beeld, Frensje Tradiel en Haas. En bezochten een groot verschaat aan instellingen en bedrijven. Onderwijs wie direct de nedige publieke belangstelling. Op een aantal plakken stien Squalben, Willem-Alexander en Maxima op te wachten. Waar of geen waar. De bezitte eindigen in de rin van de midden in Haas. En Jantine Weidenaar is een van de verslagjouwers die de koninklijke bezitte de hele dag volgen had. Ze is voor u nog in het gemeentehuis in Haas. Goedemiddag Jantine. Wat weet je het eens voor dag voor Willem-Alexander en Maxima? Nou, het was vooral een hele drukke dag. Van de morgen om 11:00 zet het programma al uiteen. En eigenlijk om 4 uur wie pas het laatste onderdeel van het programma echt klaar. Ik kon ze in de auto stappen, waarom naar Den Haag, naar de Randstad. Daar. Dus een heel vol programma. Een programma wat in het teken stier van de krimp en hoe deze regio daarmee omgeet. Ze hebben ze onder oren west bij de Middelzeecampus in Sint-Anne. Maar hij is ik zie bij een tomatenkwekerij van Empatec, het planetarium in Frensjer. Keertsen op het Chocolan. En Jerien Haas heeft ze nog zoen bij een van de skipswerven. En we zullen uiteindelijk hier op het gemeentehuis bedarren. De sfeer ziet er eigenlijk overal goed in. Protte Bern aan de kant. En overal wie het eigenlijk wel heel erg gezellig. Ja, en dan kan de koning het inderdaad dan net lid omheen. Wat Hansjes om te tikken. Op dit stuit ben ze trouwens aan het speed daten. Ja, ze zijn heel relaxed eigenlijk. Dat had ik niet verwacht. Ik ben blij dat ik binnen nu steen. Want het komt hier echt maar bakken uit de loft. Nou, wat vond je het leukste? Nou, dat ze hier loskwam en dat ik een high five kreeg. Kreeg je zo'n high five van de koning? Ja. Ik geef even waarom naar het Sommerum, naar Betanië. Dat zien aanwachting binnen van de bezitten van de koning en de koninginnen. Ze zijn oorskoten aan tafel, de koning aan de ene tafel en de koninginnen aan de andere tafel. En ze zijn drok in peteer met de ouderen. Inmiddels zit ze in de koets en ik zie hier nou krekkig voorbij komen met een hele soort fotografen eromheen. In de koets onderwijs naar het Chocolan, de Hillige Groen. Dan de bakboord zie je het steertejacht dat trouwens de gonger even goed in had. Mij op de achterplek plecht de koning en de koninginnen. En die worden daar flankeerd door de commissaris van de koning en de burgemeester Sluiter op dit moment. Ze rennen mij nou te mietten hoe die bregen die hier dus oer het wetter haast in de richting van het gemeentehuis. De eerste gejuich op achtergrond waarschijnlijk. Deze kant alsjeblieft. Een protte meisje, het is prachtig waar het. Ja, het doet mij wel wat denken om Koningsdag. Ja, Satisjen heeft het smoor drok aan Willem-Alexander en Maxima Jantine. Wat vonden ze van de bezitte? Ja, zien het smoordrok, maar dat budget net dat ze net de tijd naam voor alle mensen, de high fives, wie hebben het zo correct al. Maar wat ze zijn, zien onder andere commissaris van de koning John Jorrits, maar in het buske werd ze dan, in zie het tussen de verschillende plakken, is dat ze vooral onder de indruk wien. Ze vonden het indrukwekkend hoe deze regio omgeet met de krimp. Ze neemt dan ik als voorbeeld orenregio's, bijgeliks in Grensland. Daar heb je toch altijd nog een land oer de grens. Duitsland werd nog wurgelegen hier is. En ze zijn van ja, dat heb je net. Het
eindigt hier met de Waadzee. En ze vonden het indrukwekkend hoe het er hier omging werd met de krimp. En ze joegen eigenlijk de vrijwilligers van Nij-Betanië een groot compliment. Ze zijn, ja, wij zeggen die vrijwilligers en dan zeggen wij de echte Friezen. En nou ja, de grote vraag is nou, wat gebeurt er na deze besieten? En dat is altijd even een beetje afwacht. Er is nu een protte media omtinken van West. Koning Willem-Alexander het zelfs zien contacten in Den Haag bij het regeer en oren hege meesken. Dus de kans is groot dat wat er je jet hebt, want ze herronden die naam om met de meesken te praten. Dus wat er je jet hebt, dat nog wel bij meesken te lonen komt die daar wat oer te sissen hebben. Maar dat is al wacht zien. Ze hebben in ieder geval een goede indruk gekregen van Noordwest-Friesland. En het zit in ieder geval mooi op elkaar. Zij is het. Jan Tiene Weidenaar, teer dank.